Hallo lieverds en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mij, Kinderspeelgoedkanaal. Vandaag heb ik een dagboek van Topmodel voor jullie. En dit is eentje met een geheime code, een Top Secret Topmodel dagboek dus. We hebben al eens iets voorgesteld van Topmodel, ook met een code. Op dit dagboek staan Talita en Tiger, dat zal wel het kleine katje hier zijn. En ieder Topmodel product heeft een ander Topmodel erop staan op de cover. En binnenin vaak. De code van dit dagboek en alle andere producten is standaard 0000, 4x0 dus. Je kunt deze code daarna natuurlijk veranderen, zodat anderen jouw dagboek niet kunnen lezen. Op dit moment is het dagboek nog afgesloten. Ik kan deze dus nog niet openen. Met geweld misschien wel, maar dan is het dagboek ook kapot. En dan weet je dus dat iemand in je dagboek heeft gekeken. En deze is dus van Talita en Tiger. Daarachterop staan ook nog twee schattige katjes. Hugs en kisses, knuffels en kusjes. En deze kat heeft zelfs een bloemenkrans op het kopje. Het is gemaakt door Depeche en deze kost ongeveer 20 euro. Er zitten natuurlijk batterijen in voor de code. En we gaan dit dagboek zo eens openen. Zoals je ziet is er een patroontje op van glitterdriehoekjes, zilveren glitterdriehoekjes op een roze achtergrond. Er zijn ook andere kleuren verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld blauw. En hier op de zijkant staat nog een klein grijs katje met drie hartjes erboven. De achterkant hebben jullie zojuist gezien. Oké, we gaan hem nu echt eens openen. Wow, het dagboek opent ook vanzelf zoals je ziet. Het springt gewoon vanzelf op. En dan hoor je muziekje, namelijk Chained to the Rhythm van Katy Perry. Andere dagboeken hebben weer andere liedjes, zag ik. En dan kun je nu het dagboek openen en bekijken. Hier is een handleiding met stap voor stap uitleg om de code te veranderen. Dit staat ook in verschillende talen, maar is natuurlijk kinderlijk eenvoudig. En zo te horen zit ik aan de toetsen. In ieder geval kan iedere eigenaresse van een dagboek de code veranderen naar een eigen gekozen code. En dit hier zijn geen... Oké, dat komt omdat ik net ergens op heb gedrukt, per ongeluk. Dit zijn in ieder geval geen pagina's om op te schrijven, maar hier zit zeg maar een stukje techniek om de code te laten werken en je dagboek te beschermen. Dus dat is wel heel belangrijk. En hier kun je zo te zien de batterijen omwisselen als deze leeg zijn. Dat zal wel een tijdje duren voordat die leeg zijn, maar je hoeft het boekje dan in ieder geval niet weg te gooien. Maar je kunt met een schroevendraaier het vakje openen en nieuwe batterijen plaatsen. Hier hebben we in de vorm van een kattenkop een soort etiket waar we dan de naam op kunnen schrijven om te tonen van wie dit dagboek is. Hier staan overal nog katten op en een regenboogwolkje. Er staat ook nog Best Friend in de hoek. En dan hebben we hier de pagina's waar we op kunnen schrijven. Love the little things in life. Hou van de kleine dingen in het leven. Met ook hier Talita getekend. Zij staat ook voorin op het dagboek. Alleen deze keer zonder kat erbij. En hieronder in de hoek staat nog Candy, een blond model. En zij plaatst zo te zien confetti. En eromheen verschillende tekeningetjes, zoals een mondje. En hierboven bijvoorbeeld sterretjes en een planeet. Een planeet met een ring eromheen. En hier kun je dan bijvoorbeeld de datum noteren. De pagina is ook versierd met verschillende teksten. En hierboven bijvoorbeeld nog wat pijltjes. Echt heel leuk gedaan. Mooi versierd. De pagina's zijn allemaal hetzelfde qua design. Onderin staat steeds Candy. Ik zie ook geen ander topmodel. Nou, dan gaan we eens naar de laatste pagina. Daar staan weer die twee kleine katjes met hugs en kisses, knuffels en kusjes. En dan staat er nog miauw. En hier nog twee topmodellen. Hoewel Candy stond ook op de andere pagina, maar daarnaast staat hier Hayden. Dus dat is weer een ander topmodel. Er staan dus verschillende topmodellen in. En Candy met Mr. Bob. Echt een heel mooi versierde dagboekpagina's. En dan natuurlijk ook dit deel, heel belangrijk als je niet wil dat iemand in het dagboek kan kijken. We gaan nu dan ook eens proberen de code aan te passen. Ik haal eerst even de sticker eraf. Dan kan niemand op het idee komen om 0000 in te toetsen.
en we gaan een nieuwe speciale code gebruiken die niemand kent, behalve jullie en ik dan. Zo, eerst doe ik mijn dagboek weer dicht. Dan voer ik de oude code in. 0000. Dan komt de muziek. Die heb ik even gedempt. En dan moeten we 3 seconden op dit sterretje hier drukken. Zo. En nu kunnen we de code aanpassen. Daarvoor hebben we 10 seconden de tijd. Even denken, we nemen 5, 6, 9, 8. Ik heb iets verkeerd gedaan. Dat moeten we nog even doen. Ik voer nog eens de oude code in. Blijkbaar moet die nog eerst. Zo, nu hebben we weer 10 seconden de tijd. 5, 6, 9, 8. En nu is de code wel goed ingesteld. Ik kan het dagboek dus weer dicht doen. En dan voer ik nu onze eigen nieuwe code in. Weten jullie hem nog? Oeh, de 5 hangt een beetje vast, zie ik. Oh, en het slotje is ook echt open gegaan. We hebben dus een nieuwe code. Niet meer 0000, maar 5698. Je kunt natuurlijk zelf een code bedenken. Ik raad je aan om niet je verjaardag of zoiets voor de hand liggend te pakken. Iemand die dat weet, die probeert er natuurlijk gelijk uit. En dan komt diegene alsnog in je dagboek. Dus mijn video over Talita en Tiger je beviel, geef dan een duimpje. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan en vergeet niet op het klokje te klikken. Tot de volgende keer. Doei!